Ja, hallo en welkom bij Boos, waar we boze mensen onboos proberen te maken. En soms vereist dat de nodige fysieke inspanning. Brandon! En soms vereist dat de nodige mentale inspanning. Ik word moe van deze man, jongen. Maar altijd komt het goed. Hey. Hey, deze week is daar Josri. Jij bent boze. Ik ben boos. Op wie? Op Wind. Wind.nl. Ah ja. Ja, deze week Wind.nl. Over geld verdienen met likes op TikTok, duizenden en duizenden verdwenen euro's en mogelijk een piramidespel. Wij zochten en wij vonden. Let op. Zo. Zo. Zo, Josri, welkom bij ons. Luister, jij bent boos. Ja, ik ben boos. Maar met jou nog veel meer mensen. Jij bent even de spokesperson. Wat is er aan de hand? Ik heb met vele anderen geïnvesteerd in een platform waarmee je geld kon verdienen door social media te liken. Vooral TikTok-filmpjes. Ja. Als je een duur account kocht, dan verdiende je meer. Ja. En bij een goedkoop account kon je eigenlijk ook je geld er niet afhalen. Dat was doelloos. Dus ja. Ingewikkeld verhaal. Er is een platform. Yes. Wind.nl. Ja. Of Wind Media, zoals het in Singapore heet. Dat gaan we straks helemaal uitleggen. Je kan je daarvoor inschrijven. Dan betaal je geld. Correct. En dan kan je dus geld verdienen met likes, TikToks liken. Correct. Ja, nou hebben we een hele piramide. Hoe meer je investeert, hoe meer je kan verdienen. Ja. Oké, hoe ben je hierbij terechtgekomen? Via TikTok, of een reclamefilmpje van een jongen die liet zien hoe de app werkte. We zijn toen met een klein instapbedrag gestart. Alleen ja, na een goede maand, twee maanden was de website uit de lucht en is de volledige investering weg. Dat was het einde verhaal. Niet meer bereikbaar, al die jongens uit de groepsapp. Niks, nooit meer wat van gehoord. Nooit meer wat van gehoord. Nee. Holy shit. Kom maar weg. Dat is een goed teken, ja. Ja, ja, dat is vaak een goed teken. Ja. Wist jij met wie je te maken had van tevoren? Nee, er stond op de website van hun dat ze onderdeel waren van een grotere mediagroep die wel bekend staat dat was te vertrouwen. En we hebben wel een beetje onderzoek gedaan, alleen dat bleek achteraf niet zo te zijn. Die mensen hebben ook op een website gezet van wij hebben helemaal niks met Wind.nl te maken. Toen begonnen bij ons de belletjes al te rinkelen. Ze hadden het idee dat we met een grotere organisatie te maken hadden waar Wind onderdeel van was. Ja, dat bleek niet zo. Oké, want dat is, ik moet ook even een kritische noot, ook zoals het, ja toch? Ja. Je zou kunnen zeggen, waarom in faksnaam doe je hier aan mee? Ja, zeker. Maar ze hebben je dus misleid met valse informatie en het werkte. En je het hebt werkte, ja, begonnen. Precies. Ja. Ja. Een slim trucje. Het is een slimme truc, maar ook een hele gevaarlijke truc. Ja, want dit gaat dus, nou ja, dit gaat waarschijnlijk om heel veel geld. En hebben jullie wat kunnen uitcashen? Ja, we hebben wel iets kunnen uitcashen. Hoeveel? Ja, minimaal een paar honderd euro. Een paar honderd euro hebben we uit kunnen cashen. En toen dacht je, verdom, dit werkt. Ja, dus we zijn meer gaan inleggen. Ja, er was een Telegram groep. Ja. Vertel daar eens wat over. Er was eerst een WhatsApp groep, daar zit echt een teamleider in. Die teamleider die helpt iedereen die geïnvesteerd heeft. Ja. Die stuurt je aan, probeert je vooral ook te overtuigen om meer te investeren. Ja. En ik hoorde hem in het filmpje zeggen dat hij 500 onder zich had. Dus waarschijnlijk heeft hij nog een groep. Nou, als die allemaal 1000 piek inleggen. Fuck. Dat is een heel mooi koophuis. Veel geld. Ja, als jullie met z'n drie al 5 ruggen kwijt zijn. Dit krijg je ervan als je niet wil werken voor je geld. Maar likes uit wil delen voor je geld. Precies. Ja. Dat is ook werk hoor, de hele dag op zo'n knopje drukken. Ja, zeker. Dat is ook zwaar. Oké, wat wil jij nou? Wil er vooral voor zorgen dat er niet nog meer mensen zijn die in het geintje trappen. Dat het stopt. In elk geval hier. Ja, precies. Ik denk dat dat heel goed is. En we kunnen natuurlijk ook even laten zien hoe werkt dit nou precies. Wat krijg je voor je kiezen? Waar moet je op letten? Maar volgens mij willen wij ook wel een en ander spreken. Ik wou net zeggen. Ja. Daar moeten we wat mensen voor de camera hebben. Volgens mij moeten we wat mensen voor de camera gaan trekken. Ja. En moet ik even een hooikoort spelletje gaan nemen. Ja. Ik die ook. Twee dingen. En dan zijn we dan volgens zijn mij we helemaal wel. Fucking set. Dat is een top dan. Is goed. Nou, let op. Veel informatie, maar het is super boeiend. Ja. Boevenpraktijk, daar gaan we. Goed, Wind.nl dus, een online platform dat in april 2022 ineens in Nederland opduikt. Waar het vandaan komt is schimmig, maar de belofte is kraakhelder. Met het liken van filmpjes op social media via dat platform kan jij heel snel geld verdienen. Allemaal via crypto wallets. Alleen aan dat liken en dus ook aan de hoeveelheid geld die je kan verdienen zit een limiet. En daar heeft Wind.nl gelukkig een uitstekende oplossing voor. Namelijk als jij geld betaalt aan Wind, biedt het platform jou de mogelijkheid om meer filmpjes te liken en dus meer geld te verdienen. Nou, die inleg loopt op tot tienduizenden euro's. Dit gaat een paar maanden helemaal goed. Op social media wordt reclame gemaakt en er wordt zelfs een heus kantoor geopend. Deelnemers kunnen geld verdienen en prijzen winnen door andere mensen te recruteren en zo blijft het platform groeien. Tot drie keer raden,
er problemen ontstaan met het uitbetalen en de bom begin juli barst. Deelnemers worden geblokkeerd en hebben geen toegang meer tot de app en ook niet tot hun geld. Een kleine zoektocht leert ons een paar dingen. Wint zou recentelijk hetzelfde in Griekenland hebben gedaan. Daar zouden duizenden mensen hun geld kwijt zijn. In totaal zo'n 2 miljard euro. Ook leidt er een spoor naar een zogenaamd moederbedrijf, gevestigd in Singapore. Maar dat bedrijf ontkent op hun website er iets mee van doen te hebben. Maar weten wij dan helemaal niks over wie een vinger in de pap hadden bij Wint in Nederland? Jawel, nadat wij onze stagiair naar het kantoor van Wint in Rotterdam hadden gestuurd. En daar gebeurde het volgende. Hi, ik afspraak met Wint en L. Ja, en kijk hoor, weet je met wie je afspraak met Brent? Ik denk het wel, ja. Zit erin, volgens, ja, dat moet het. Oké, top, dankjewel. Ja, het gaat dus om ene Brandon. Een jongen die, zo zien wij op Telegram, zo'n 100 mensen onder zich zou hebben en betrokken is bij de oprichting van het kantoor. Even samenvattend, hoe klinkt dit nou? Nou, misschien wel als een piramidespel. Oké, een piramidespel dus. Wat is het, hoe werkt het en het belangrijkste, is WintNL nou een piramidespel? Nou, om te beginnen bij die eerste vraag, wat is het? Een piramidespel is een vorm van gokken waarbij jij geld inzet en anderen moet overhalen dat ook te doen. En daarna moeten de mensen die jij hebt overgehaald andere mensen weer overhalen dat te doen. En zo pak jij dus je winst en vormt er een prachtige piramide die in allerlei soorten en maten verkrijgbaar is. Voordat we trouwens dit online gaan zetten, wil ik wel graag het wel van tevoren zien. Zo werkt journalistiek niet. Nee. Belangrijk is ook dit. Wat er vaak gebeurt bij een piramidespel is dat de grote winnaars in het spel de oprichters en ook de mensen zijn die er het snelst bij zijn geweest. Zij verdienen het meest, omdat zij na verloop van tijd hoog in de piramide zitten. En dus ook, wie het laatst komt, heeft de grootste kans op verlies. En er zijn meer typische kenmerken. En laten we die even vergelijken met WintNL. 1. Zoals gezegd is de fundering van het spel het gegeven dat jij andere mensen recruteert. En vaak gebeurt dat in de directe omgeving van deelnemers. Nou, kijk even mee naar wat beeld uit de Telegram-groep van Wint. How to set up your team? I would advise on checking first in your circle. Make sure to check on your friends, check on family members, check on if they have want to get to know about Wint. Explain also to them what Wint is and what they do, so they can start making an extra passive income on the side. Ja, punt 1 dus, de recruitment. Dan punt 2, belangrijk. Wil jij meedoen, dan moet je jezelf inkopen. Dat was ook het geval bij Wint. En die bedragen waren dus niet mals, tot wel 20.000 euro. Punt 3, cruciaal. Echt cruciaal is dat jij ook als deelnemer weet dat jouw rendement afkomstig is uit de inleg van nieuwe spelers. En daar doen ze bij Wint dus ook niet geheimzinnig over. En dan het volgende piramidespel kenmerk, punt 4, de belofte dat je razendsnel geld kan verdienen. En wat zegt Wint daarover? I started on the 27th of April 2022 and I've already made more than 20.000 euros in total profit. Ja, dat is inderdaad heel vlot. Dan, punt 5. Als vijfde hebben we het gegeven dat er niet echt een product of dienst wordt verkocht. Het is iets dat vaag en lastig op waarde te schatten is. En bij Wint is de basis dus het liken van filmpjes op social media. Dat is eigenlijk een beetje vreemd. En dan tot slot. Een piramidespel eindigt altijd op dezelfde manier. De piramide stort in elkaar en het geld is weg. Althans, voor jou. Maar niet voor een paar mensen bovenin. Net als bij, precies, Wint. Belangrijk nog, wij kunnen niet een eindoordeel vellen, maar wat zijn de gelijkenissen treffend? En oh ja, het opzetten van en reclame maken voor een piramidespel is dus hartstikke strafbaar. Eraan meedoen trouwens ook. En dat betekent dat je als je een piramidespel opzet, mensen ook nog eens een strafbare situatie inlokt. Super. Ja, to piramidespel or not to piramidespel, dat is de vraag. Maar dat is niet het enige wat we willen weten. En dus gaan we op zoek. De vraag was, wie zat hierachter? Ja. Nou, we hadden geen idee. Nee. Geen idee. Dus, wat we wel wisten, is een kantoortje. Ja. Vanaf waar WintNL gehost zou worden in Nederland. En dat kantoortje zit daar. Ja. We zijn wel eens in dat gebouw geweest. Daar zitten heel veel kantoortjes. Ja, die zijn veelal ook leeg. Ja. Midas
is daar even langs gegaan. Je weet waar ze zitten, de verdieping, alles werd verteld. Alles werd verteld, dus dat is gunstig. Maar we moesten ook weten, wat zijn de KVK-gegevens? Kunnen we iemand vinden? Waar vinden we die, hoe, wat, alles, zus en zo? En dat is eigenlijk een heel grappig verhaal. Want Brandon wilde hem wel deze praktijken doen. Hij is alleen niet zo goed in zijn sporen wissen. Sterker nog, hij geeft alles cadeau. We gaan het even aan je uitleggen. Let op, dit is leuk. Oké, kijk, we kregen dus net die naam Brandon in onze schoot geworpen. En met wat zoeken op internet komen we uit op een Twitter-account waar wij de naam Brandon plus zijn achternaam zien. Wat mogelijk van hem is, want dit account deelt screenshots van het Wind-platform. Via die bijbehorende voor- en achternaam rollen we door naar zijn Florizant TikTok-account, waar we, oepsie, bijvoorbeeld zomaar mee kunnen kijken in zijn agenda. Ai. Nou, dat is dus voor ons heel erg handig. Zo zien we bijvoorbeeld dat hij naar de Kamer van Koophandel moet voor een afspraak. Kortom, hij heeft naast zijn werk voor WindNL ook nog een eigen bedrijf. Alleen, we weten nog niet hoe dat heet. Gelukkig heeft hij 10 jaar geleden op internet gezet wanneer hij jarig is, ja echt waar. En aan de hand van die info en zijn naam kunnen we zijn bedrijf opzoeken in een systeem. Nou, in dat systeem vinden we dus zijn bedrijfsgegevens en ook aan welk adres dat bedrijf en Brandon zelf zijn gekoppeld. Et voilà, na wat onhandige TikToks, kindertweetjes en 3 kliks weten we precies waar we Brandon kunnen vinden. Nice. Ja, Brandon, dat is niet handig. Nee, is niet handig. Je agenda online zetten. Nee. Door wat kleine trucjes weten we nu alles. Erg fijn. En gaan wij Brandon maar zoeken. Ja. De trotse Brandon met zijn kantoor. Ingang is andere kant, toch? Weet ik niet. Is het deze of deze? Chill. Deze hebben we een keer met Unilever gehouden hoor gehad. Let op. Dat was deze. Daar was de gebouweigenaar niet zo blij mee. Haal het er eens af, heel gauw nu. Ben jij woordvoerder Unilever? Als je weer iets dwars hebt, moet je gewoon even komen. Ben jij woordvoerder? Komen. Dan praten ze toch even. Ah, dat is goed, kom even naar beneden dan. Ja, kom naar beneden dan. We kunnen niet zomaar met een camera naar binnen lopen. Dat kan hier niet, dus we moeten even in groepjes gaan. Ja. Dus... Hi. We hebben backup nodig hier. Wat zei hij nou? Fakka Tim? Ja. Heel grof. Onze beste vriend. Gaan jullie maar eerst met z'n tweeën even weten hoe het loopt. Oké. Snel. Yo. Ja, we zijn binnen? Oké, ga maar eerst met de camera. Oké, tot zo. Ik bel ondertussen. Ik doe gewoon net alsof ik aan het praten ben. En ik mag naar binnen lopen volgens mij. In principe moet dat geen probleem zijn. Oké. Chill. Weet je ook welke? What fucking chill. Hier ergens was het domme lintje doorgeknipt. The official opening of the Wind office straight from Rotterdam. Is het deze, hè? Deze is het. Ja, en het tafeltje, het is deze. Ja, daar is dus helemaal precies fucking niemand. Nee, dit is helemaal leeg. Zo, maar dan zijn ze echt net weg. Ja, want donderdag was hij hier. En die dag toen waarschijnlijk, dat is niet vrij. Ja. Ja, helaas. Het lijkt er dus op dat WindNL hier echt net vertrokken is. En bij navraag aan de balie blijkt dat ook zo te zijn. Hi, ik heb een vraagje. Ik ben op zoek naar de jongens van WindNL. Die zaten op de 12e verdieping, maar weet u misschien waar ze heen zijn? Met de Noordsoft. Ja? Oh. Ja, met de Noord... Godverdomme, ja. Teringlijst. Helder, maar niet getreurd. Via Brandon's online voetsporen weten we dus ook waar we zijn eigen bedrijf kunnen vinden. En dus zoeken we daar verder. Overbuurman van Denzel. Ja. En de camera maar uit. Nou, nu niet, want we zijn op openbare grond nu. Had je beter binnen kunnen blijven. Die zat... daar, hè? Yo! Misschien dat hij en Denzel met zo'n zaklampje tegenover elkaar zo... Morsecode. Ja, ik heb vette scam bedacht. Nou, ik ook, vet. Het is daar. Ik denk de bovenste dan. Ja, hij moet ons alleen niet zien.
Je hebt een pakketje ergens voor. Mag ik even binnen zetten? Go. Brandon! Zag je het? Ja, ik kan gewoon in zijn huis kijken. Maar er was niemand. Nee. Dus, kantoor leeg, huis leeg en geen spoor van Brandon. En dus besluiten we hem maar te bellen. Met Tim. Hey, goeiedag, met Brandon. Hi Brandon, je spreekt met Tim Hofman van Boos. Wij zijn op zoek naar jou aangaande de zaak WindNL. Ja. Ja, wij vroegen ons of je daarover wilde praten in het programma Boos. Ja, ik ben nu niet in de buurt, maar ik zou wel morgen met je af kunnen spreken als het jou heeft. Oké, nou, noem maar een tijd en datum. Oké, laten we morgen doen en laten we dan 2:30 doen dan. Wij moeten 4:00 in Amsterdam zijn, dus kan het 12:30? 12:30 is ook prima. Kunnen we ergens anders afspreken? Ja, zeg maar waar. Ik kan je zo meteen de locatie dan... Dat is goed, ik heb alvast wat vragen. We hebben gedupeerde mensen en die zijn allemaal hun geld kwijt en hebben in WindNL geïnvesteerd. Wat was jouw rol daarin, volgens jou? Ik heb zelf ook geïnvesteerd erin. Oké. En toen? Volgens mij hetzelfde verhaal als wat die mensen ook tegen jullie hebben gezegd. Ja. Dat we zijn gewoon ons geld kwijtgeraakt. Ja, alleen we hebben wel gezien dat jij een kantoor opent. We hebben ook gezien dat, dat jij daar reclame voor maakt, et cetera, et cetera. Wat is jouw rol dan geweest op papier? Niks. Oké, okay. Wie is dan de oprichter? Dat weet ik oprecht echt niet. Oké, okay. En wie is in Nederland dan het contactpersoon volgens jou? In Nederland? Ja. We zaten allemaal sowieso in de groepsapp als ze jou alle info hebben gegeven. Ja. En daar was dus iemand met een plus 44 nummer. Ja. Ken ik persoonlijk zelf niet. Maar die was dus Nederland aan de heer eigenlijk. Oh ja. En wat deed jij dan bij dat kantoor? Of wat ik bij het kantoor deed bij Overleen. Ja? Dat was gewoon een feestje van onszelf. Van jullie zelf? Ja. Nee, want als we het daar vragen, dan weten ze dat het van WindNL is. Nee, dat klopt niet. Hier, je zegt het hier zelf. Ik laat het je even horen. Dit ben jij. The official opening of the Wind Office straight from Rotterdam. Dit ben jij die op film zegt de official opening van WindNL Office straight from Rotterdam. Ja. Ja. Dus jij, het is niet zomaar een feestje, jij opent daar het kantoor van WindNL in Rotterdam. Oké, maar alsnog, jullie zijn toch op zoek naar de oprichters en zo, dus daarvoor komen jullie naar mij toe met vragen, toch? Ja, dan zien we je morgen 12:30, app mij eventjes waar, ja? Oké, is goed. Oké, hoi hoi. Brandon. Nou. Brandon had er eerst niks mee te maken, het was een feestje op Hofplein. Toen wist hij toch iets meer te vertellen over, nee, het zijn geen Nederlanders, maar wacht heel eventjes. Ja. En toen liet hij hem toch even horen dat hij zelf het kantoor van WindNL opende. Ja, was hij ook wel, Brandon. Hè? Dat is niet zo handig. Zelfs als je erbij gelapt bent, is niet zo handig om tegen ons te liggen. Stof. Morgen 12:30, Rotterdam. Ja, ik ben benieuwd. Nou, surprise, surprise, Brandon zegt een paar uur na ons telefoongesprek de afspraak af. Maar benadrukt nog dat hij ons niet wil ontlopen.
Alleen doet hij dat wel. Wanneer we hem duidelijk maken dat hij na zijn kantoorleugentjes wel het een en ander uit te leggen heeft, mailt hij ons ook bewijsmateriaal waar hij zijn onschuld mee wil aantonen. Maar het is voor ons lastig te verifiëren of hij compleet open kaart speelt of dingen achterhoudt. Wat ons wel opvalt is dat Brandon opdrachten krijgt van ene Anna met dit Britse nummer. En dus besluiten we hem nog een keertje op te zoeken bij het adres van zijn bedrijf. Go, voorwaarts, wegen. Even wachten, blijf even een beetje aan die kant, dan kan ik het zien. Hier. Ik hoor wat binnen. Ik hoor wat. Ja. Oh, roep even. Ja, het is toch echt dat huis. Kennen jullie Brandon? Kennen jullie Brandon? He's internet says he lives on this address. Do you know the room now? It's me, but I don't know. Maybe he has moved. For how long have you been living here? It's been I don't know what. I've been living here since July. Oh. Then do you know the previous owner of the house? No, we don't know the information. Okay, cool. Thank you. No problem. Ah, ja, dat is balen. Maar hij stond hier ingeschreven vanaf mei. Nog steeds, dan ja. Dan is hij dus net weg. Ja. Dan is hij echt net weg. Echt net. Ja, dat dus daar is... weg en hier weg. Super. Je hebt zijn nummer, toch? Ja. Laat hem even bellen. Ja. Zou hij ook een nieuw nummer hebben? Hallo? Hi, Brandon, je spreekt met Tim van Boos van BNNVARA. Ja, hi. Hi, hallo. Hey, we hebben je mails gezien en ja. We hebben toch nog wat vragen, dus we zouden je graag voor de camera nog even spreken. Oké. Dus mijn vraag is, laten we dat doen, want we hebben de indruk dat het misschien... één seconde hoor. Ik ga het even aardig proberen. Ja, we hebben de indruk dat jij er misschien ook in geluisterd bent. Oké. Okay. Hallo? Hi, met Tim. Hoor je mij weer? Ja. Oké, hi. We hebben de indruk dat jij er ook in geluisterd bent en we willen even samen met jou kijken hoe dat nou zit. Kijk, we maken sowieso die uitzending, we noemen ook je naam, we noemen ook de naam van die andere jongens. En we dachten, hoe meer jij de kans krijgt om te praten, hoe handiger en duidelijker dit verhaal is. Omdat het erop wijst dat het een piramidescam is. En dan zou jij ook nog strafbaar zijn, mochten de aangiftes volgen. Ja. Dus wij dachten, kunnen we even naar je toe komen? Bellen. Hoe laat bel jij mij terug? Binnen een klein half uurtje. Binnen een klein half uurtje, ja, is goed, dan wachten we even. Spreek je zo, man? Oké. Nee, is goed, dankjewel voor het belletje. Jo, hoi, hoi. Is goed, doei. Even wachten dan maar. Hij zei niet nee. Het is inderdaad niet nee, maar ook geen ja. En dan na een uur bellen wij Brandon maar weer eens terug. Yo, met Tim. Hey, ik ben Tim Brennan. Ja, je zou me nog even bellen. Ja, voor de laatste video. Oké. Waar zullen we heen komen? Oh ja, ik heb toch besloten om niet weer op de camera te komen. Maar waarom niet? Want het straalt niet zo goed op je af. Want het kantoor is weg, je bedrijf staat niet meer ingeschreven op het adres. Of je woont niet meer op het waar je bedrijf ingeschreven stond. Het is allemaal niet zo vlekkeloos. Ja, waar kun je willen afspreken dan? We kunnen toch zo bij dat skatepark afspreken? Dan laten we dan een parkour daar. Ja, is goed. Oké. Okay. Is goed, zien we je zo. Oké, is goed. Okay. Yo, hoi hoi. Nice. Ja, spannend. Komt de man die voor WindNL in Nederland het gezicht was, een kantoor opende, daar net tegen ons overloog, met de Noorderzon van twee adressen verdween en reclame maakte voor een mogelijke piramidescam waar mensen misschien wel tonnen of miljoenen verloren, met ons praten. Want wie is hij, wie is die Anna en wie is nou waar precies voor verantwoordelijk? Oké. Nou... Volgens mij, als het goed is, hij appt net, komt hij echt nu, hè? Ja, binnen 5 minuten. Poging 4. Moet er zijn. Hier, onder de boom. 70 graden. En je zit thuis en dan denk je, waarom doen mensen hier nou mee? Maar als ze een kantoor hebben en
referenties van een groot bedrijf erachter. En weet je wel, goede praatjes. En je ziet die filmpjes van die opening. Ja, dat is het. Hij heeft nog 1 minuut. Zou die rijden? Een hele dikke BMW aan? Nee. Hij is sowieso op de scooter. Dikke BMW. Een scooterman, hè? Hij is zeker op de scooter. Scooterman. En als hij dan op de La Souris is, dan is het cirkeltje rond. Of deze Go-scooter hier. Nee, dat is hem niet. Met zijn kind. Ik heb mijn zakenpartner meegenomen. Dit is Jordi van 11. Yo! Oh, moeilijk stukje. Oké, hij staat ergens anders volgens mij. Ik word moe van deze man, jongen. Yo, met Tim. Ik kan niet helemaal goed zien waar jij nou staat. Ik probeer nu... Die skatebaan zit aan de binnenkant van die... Ja, van die wijk. Oké, nee, dan kom ik die kant. Yo, tot zo. Oké. Hoi, hoi. Motherfucker, maakt het wel spannend, hoor. Dat is hem. Dat is hem. Ja? Hola. Nou, goed je eindelijk te treffen. Ja. Hoe gaat het? Gaat wel schoonetje. Ja? Ja. Ben je gestrest? Om dit of? Ja. Nee. Nee? Nee. Okay. Is het goed als jij je zonnebril even afzet of niet? Ah, nee, ik haal hem liever op. Ik haal hem liever op. Ja. Okay, dat is goed. Wij hebben nog een aantal vragen. Ja. Jij hebt dus anderen gerecruiteerd hiervoor, zoals dat heet. Dus gezorgd dat andere mensen meedoen. Ik heb wel wat mensen uitgenodigd vanuit mijn eigen kring, ja. Ja, ja, en ook opgeroepen tot hè, social media, filmpjes. Nee, dat niet. Dat was Twitter, op je Twitter staan berichten van doe mee. Ja, nee, dat wel. Ja. Voor mij ging het er alleen om van hey, ik deel iets, want ik kon het ook op mijn Facebook doen, ja. Natuurlijk. Dat heb ik niet gedaan. Wou ik dus gewoon een screenshot daarvan hebben, waar dus mijn naam wat te zien was. En dan zou ik dus die 15 euro social media bonus krijgen. Ja. Je hebt jezelf ingekocht, als je hebt ingelegd natuurlijk. Precies. Totaal hoeveel geld? Aan het begin 3000 euro. Dat was een 3000 pakket, die heb ik gekocht op 27 april. Ja. En dan vervolgens 26 juni, voordat het eruit ging, had ik dus een pakket van 7000 euro gekocht. Dus daar was mijn... Ja. Inleg dus eigenlijk eruit gaan en verlies. En je hebt ook geld verdiend aan nieuwe spelers brengen, hè? Ja, je krijgt natuurlijk commissie. Ja, ja, en dat rendement ontstaat dus omdat mensen... Dat is denk ik wel echt het verdienmodel voor hen eigenlijk, ja. En wat sprak je aan? Het manier van snel geld verdienen eigenlijk. Ja. Het is ook een beetje een vaag product, toch? Ja, liken. Klinkt heel mooi in de oren eigenlijk. Ja. Dit zijn alle voorwaarden die ik je net voorleg en je hebt overal een ja-antwoord op. Ja. Maar wist jij dat je onderdeel was van een mogelijke piramidescam? Nee, okay. niet aan het begin. Daar kwam ik echt pas later achter. Ja. Die Anna waar jij het eens over hebt, wie is dat? Ik ken haar zelf persoonlijk niet. Maar wat zij dus deed, was dus eigenlijk klantservice voor iedereen in de groep. Dus had jij problemen met opwaarderen, of als jij een bedrag niet had gekregen voor bijvoorbeeld social media delen, dan zou zij dat dus gaan regelen. Dus zij had wel eigenlijk alles in hand om, ik zet even 15 euro op jouw account. Ja. Dan dat kantoor in Rotterdam. Ja. Daar zijn wij geweest. Mm-hmm. Nou, dat is hoe wij jouw naam achterhaald hebben. Wij komen daar vorige week. Toen zeiden ze, met de Noorderzon vertrokken, daar zit u niet meer. Mm-hmm. Waarom opende jij dat kantoor daar? In de groep had, zoals op je screenshot te zien is, had Anna dus gedeeld in de groep eigenlijk voor iedereen. Ja. Wie wil dus een kantoor openen? Je krijgt daarvoor een maandelijk salaris. Dat heb ik nooit gekregen, maar zou je dus krijgen. Alles zou gedekt worden. Dat is alleen maar in mijn voordeel dan. Dus toen had ik het geopend. Had zij dus gezegd van, hey, zet even de meubels erin en zo. Ja. Want vooraf moesten we gaan betalen. Wel geld ontvangen op mijn Wind-account. Ja. Vervolgens die geld ook ingestoken om dus die nieuwe account te kopen op 26 juni. Ja. En die is vervolgens de lucht ingegaan. Jij zegt ook tegen mij aan de telefoon, we hadden daar gewoon een feestje. Ja. Dus dan zet je een beetje te liegen tegen mij eigenlijk. Die foto's, filmpjes waren puur alleen van, hey Anna, we hebben gedaan wat je hebt gezegd. Geef ons ons geld nu. Hoeveel heb jij nou verdiend? Nou, voordat het om was gevallen had ik best wel, denk een 7-8k winst. In een filmpje zeg je, ik heb 20.000 euro profits gemaakt. In een filmpje? Ja. Of je doet een spraakmemo richting iemand? Nee, in een filmpje.
I started on the 27th of April 2022 and I've already made more than 20.000 euros in total profit. Ja. Nee, dat was echt alleen voor die filmpje, want daarvoor kregen we ook dus, want dat was maandelijks, kreeg je dus als agent, ik weet niet of je die flyer hebt gezien, Agent Team Reward staat er, dan zou je daar ook, had ik 600 euro voor gekregen om dat tussen een filmpje te zetten. Maar je zegt, je kreeg 600 euro om dat te zeggen dat je 20.000 euro had gemaakt. Als ik ging vertellen hoe ik dus mensen naar binnen breng, hoeveel ik heb gemaakt eigenlijk. Ja. En er was nog eentje, dus die drie punten heb ik dus in die filmpje verdiend. Maar heb je nou die 20.000 euro verdiend of niet? Nee. Dat was gelogen? Nee, dat was gelogen. Waarom? Was gewoon puur alleen voor die filmpje, voor Anna. Ook wist ik niet dat dat gedeeld zou worden met mensen in Telegram groepen of wat dan ook. En zij instrueerde jou dan, je moet zeggen 20.000 euro? Nee, dat hebben ze niet gezegd. Dat heb ik gewoon. Dat heb je gewoon bedacht? Gewoon, ja. Oké. Ook een beetje een kutstreek, toch? Wel kut. Ja. Dan dacht ik, oké, weet je, 600 euro, filmpje van 1 minuut, oké, is goed. Je kocht ook iPhones en die bon declareerde je dan bij, laten we Anna noemen. Ja. Waar was dat voor? Dat was als je dus voor die iPhone, als je dus 100 mensen had uitgenodigd via link, want je hebt L1's, L2's, L3's. Dus de eerste persoon bij wie via jouw link naar binnen komt, daar krijg je dus eigenlijk het meeste commissie op. Ja. Als er 3 mensen onder iemand kwamen die jij dus hebt uitgenodigd, dan tellen die mensen mee naar jouw team. Ja. Dus hoeveel mensen je dan uiteindelijk had in je team. Bij mij ging het nooit om de commissie boeide mij niet. Een filmpje dient toch ergens voor? Ik ga dit ook niet straks in de la leggen. Mm-hmm. En dus de mensen die door zo'n filmpje bijvoorbeeld en het hele imago met een kantoor erbij naar binnen zijn gekomen en het daardoor vertrouwden, dat is toch niet hun verantwoordelijkheid, maar jouw verantwoordelijkheid? Omdat je dus toch, dat kunnen we toch gewoon zeggen dan? Nee, ik vind van niet. Ik neem die verantwoordelijkheid niet voor wat hun hebben gedaan qua hun financiële dingen. Wat nu? Ja, jullie gaan uitzoeken wie die wind bovenaan zit, toch? Of, ja, dat is de bedoeling. Dat hopen dat we dat kunnen vinden. Jij weet dat niet. Jij weet geen namen. Ook niet van andere grote spelers in Nederland, zoals jij. Nee. Hoe heet hij? Muad? Muad. Ik weet niet wat zijn rol hierin was of wat dan ook. Ja. Ik ben Muad. Zoals jullie mij misschien kennen, ben ik de beheerder van Team Rotterdam. Ik heb vandaag het totale aantal leden van 550 bereikt. Maar, die ken jij niet? Nee, die ken ik wel. Ja. Ja. Maar weet niet wat zijn rol is daar. Nee. Want hij heeft zo'nzelfde filmpje volgens mij opgenomen als jij ook hebt gedaan. Ja, veel mensen. Ja. Dan weet je toch wel wat zijn rol is? Sorry? Dan weet je toch wel wat zijn rol is? Nee, als ik dat moet rekenen op basis van die filmpjes, dan ook een team agent dan. Oké. Ja, dus dan weet je het wel. Even resumerend. Jij zegt dus, inderdaad, dit voelde achteraf als een pyramid scheme. Daar ben jij onderdeel van geweest. Jij voelt je niet verantwoordelijk voor de mensen die ingestapt zijn, maar wel als het via dat filmpje is waar je liegt over die 20k. Het is een beetje een grijs gebied, vind ik. Durf maar gewoon je verantwoordelijkheid te nemen, dat is niet zo ingewikkeld. Nee, op basis van mijn mening vind ik dat het wel eigenlijk... Ik vind het deel sowieso niet mijn schuld eigenlijk. Ik voel me niet verantwoordelijk als mensen zelf geld erin hebben gezet. Er kan net zo goed reclame op tv komen van ja, koop dit. Ja. En dan, boom. Maar jij hebt reclame gemaakt en je hebt daarin gelogen. Dus als de reclamecodecommissie dit ziet of commissariaat van de media, dan ben je de lul. Mm-hmm. Ja. Maar dat maakt je niet uit. Ik neem de verantwoording niet voor wat mensen hebben gedaan met voor wat jij hebt gedaan. Voor wat ik heb gedaan qua die filmpjes maken, ja, dat neem ik wel mijn verantwoording op. Oké. Nou, succes daarmee. Ja. Ik hoop dat het geen gevangenisstraf wordt. Nee. Maak je daar zorgen om? Nee, totaal niet. Waarom niet? Nee. Want ja, we zijn natuurlijk dan op zoek naar de oprichter van Wind, toch? Nee, want je weet, je zegt net, je doet alles als de checks doe je en je zegt ook ja, ik weet het. Mm-hmm. En je neemt ook verantwoordelijkheid, want je hebt een fout gemaakt en je hebt gelogen en mensen erin geluisterd eigenlijk daarmee. Oké. Heb je daar stress om? Nee, ik heb daar eigenlijk geen stress om. Oké, nou dat is fijn voor jou. Wil je nog wat zeggen tegen kijkers of misschien tegen de andere mensen uit die scheme? Wat zou je tegen hen zeggen, die woedende mensen? Nou, ik zou zeggen... doe je own research. Eerst voordat je ergens instapt. Wat ik eigenlijk zelf ook niet heb gedaan, maar dat neem ik mee voor de volgende keer eigenlijk. Ja. Helder. Ja. Oké. Schud ik jou de hand. Ja. Fijne super, dag bedankt. Nog. Later. Thanks man. En met alle info die we hebben, bellen we nog even met Joshi.
Goed, je denkt, waarom heb ik een ander shirt aan? Dat is omdat het een paar dagen later is. We kunnen nu even contact hebben met Joshy, die aan het begin zag. We gaan even een verslag uitbrengen. Ja. En daar ben jij bij in plaats van Jens. Ja, dat kan gebeuren. Dus, ja. Helaas. Ja. Hallo. Hi. Hey, kan jij je telefoon uit je sokken halen, zodat je iets beter klinkt? Oké, okay, ben jij er? Ja, ik ben er. Oké, okay, grote vriend, luister. Wij hebben gesproken met Brandon. We hebben hem gevonden. Ja, dat was hij daar blij mee? Nou, dat denk ik niet, want hij had aanvankelijk geen zin. Maar uiteindelijk kwam hij toch, dus we hebben hem gesproken. Zal ik je even een samenvatting geven? Okay. Hij zegt, 1, ik ben er ook in geluisterd. Ik heb contact gehad met ene Anna van hogerop. Hij weet niet wie dat is. Hij zegt, 2, ja, dat kantoor, daar werd mij gevraagd om dat te doen. Ik dacht gewoon, ik doe dat, absoluut, want dat lijkt me een goed idee. 3, hij heeft natuurlijk gelogen over hoeveel hij verdiende. 20.000 euro per maand, zei hij in filmpjes. Of in ieder geval 1 filmpje. Daarvan zei hij, ja, maar ja, het is ook de mensen hun eigen verantwoordelijkheid of ze dat geloven of niet. Wat hij eigenlijk zegt, niks is mijn verantwoordelijkheid. Het ligt allemaal bij het bedrijf boven mij. Maar wij weten natuurlijk nog niet wie dat is. Dat weet niemand. We hebben een telefoonnummer. Daar moeten we even research op doen. Wij komen nog nergens op uit. Dus ja, dat is het. Overwegen jullie aangifte te doen? Zeker weten, ja. Kijk, als het helpt, dan wel. Ja, nou, ik denk dat dat een goed idee is. Want dan kan de recherche erop gaan. En allerlei andere instanties. Dus wat ik zou doen, denk ik, hebben we op de redactie even overlegd, is even de hele groep optrommelen, aangifte doen en dan kunnen mensen papieren opvragen die wij nog niet in kunnen zien, bijvoorbeeld. Ja, lijkt me een goed idee. Ja, nou, laten we dat dan afspreken. Daar wens ik jullie veel succes mee. Hou ons even op de hoogte. Ja, zeker weten. En dan hebben wij nader contact. Kijk, ik kan je nu dat geld niet teruggeven van je inleg, maar we hebben wel Brandon gevonden. Dus dat is gunstig. We weten ook waar hij fout zat. Namelijk reclame maken voor iets wat niet mocht. Ja, met leugens ook. Hij checkte zelf alle piramidescam boxes nog af op camera per ongeluk. Dus ja, de vraag is nu wie is hier juridisch aansprakelijk? Veel succes. En wij spreken later. Ja, dankjewel. Ja, hey, hoi. Oké, hoi. Zit je te kijken en denk je, ja, ik ben er ook in getrapt. Doe dan aangifte. Weet wel dat als je onderdeel bent van een piramidescheme, dat je mogelijk ook zelf aansprakelijk bent en dus juridisch vervolgbaar. Maar daar zijn ze geloof ik best mild in. Ja, als je erin getrapt bent, ben je erin getrapt. Ja, dus dat zit wel goed. Maar als je je geld terug wil, net zoals in Griekenland, is de bende wel opgerold. Ja. Doe dat absoluut. We weten in ieder geval, Brandon, wat de rol van Brandon is, waar hij loog, wat hij zei en in hoeverre hij verantwoordelijkheid wil nemen. Wat wil je nou? Er landde een beest op mijn gezicht. Maar ga verder met je verhaal. Oké. Nou, dat was het eigenlijk. Oké, nou dan. Dat was het eigenlijk. Dan belangrijk om te zeggen, wij zijn er tot zo'n beetje eind augustus even niet. Een paar weekjes. Een paar weekjes. En dat heeft een reden. Namelijk dat we weer met iets bezig zijn waarvan wij denken, misschien wil jij dat wel zien. We zijn natuurlijk altijd even 2 weken tussenuit. Dat doen we nu weer. Dus graag zien we jou eind augustus weer terug. En ik denk dat het goed is om te zeggen, ga er maar alvast goed voor zitten. Ja, ik zou het ook doen. Toch? Ja. Lieve vrienden, tot dan. Goed, Brandon zegt dus geen verantwoordelijkheid te willen nemen, ondanks misleidende promotie. Dan de vraag, wie is nou die Anna? Dus, weet jij meer over WindNL? Laat het ons weten. Ben jij je geld verloren? Doe alsjeblieft aangifte. Verder voor alles, boos@bnvara.nl. We zien jullie later in augustus. En geloof ons, wij denken dat je daar wel bij wilt zijn. Tot dan. Zijn maar goed. Hallo vrienden. Luister, abonneer nog even op ons kanaal. We gaan naar de 900.000, hebben we je graag bij. Kijk op nvo3.nl/boos. En Instagram hebben we natuurlijk ook, boosbnvara. Duimpjes omhoog, laat het weten. En nogmaals, we zijn er in augustus weer. In de tussentijd gaan wij nog heel even kijken wie we kunnen vinden bij WindNL. Ja. Toch? Uitstekend plan. Uitstekend plan. Vrienden, tot snel. Wordt weer mooi, dat beloof ik.